tot op de bodem van het meer, hè? Een hele goede morgen, dames en heren. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Ik ben lekker in mijn badjasje, want wanneer ga je in je badjas de dag beginnen? Op zaterdag. Het is voor mij zaterdag. Ik heb gisteren een hele leuke dag gehad en de dag afgesloten met een borreltje met wat mensen. En vandaag is een fris en fruitige dag. Ik ben namelijk de dag begonnen door wakker te worden van mijn wekker. Ik heb gewoon een wekker gezet en dat op zaterdag. Dat doe ik normaal gesproken eigenlijk nooit. Maar dat heb ik gedaan omdat ik de vlog met Martijn nog af moest maken. Dat is de langste vlog ooit tot nu toe die ik heb gemaakt. Hij duurt net geen 57 minuten. En daar heb ik dus 3 dagen aan gewerkt. Want de dag dat ik thuis kwam heb ik er snel wat aan gedaan. De dag daarna heb ik eraan geëdit en vandaag. En vandaag komt hij ook online. Voor jullie staat hij al online. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, ga hem zeker weten even checken. Want hij is echt super leuk geworden. Ja, de meeste vlogs die edit ik binnen 1 of 3 uurtjes. En dan gewoon op 1 dag. En dan ja, kan ik hem inplannen en dan staat hij de volgende dag online. Maar deze vlog ben ik gewoon 3 dagen mee bezig geweest. Het was ook wel heel veel eruit gelaten, want ik heb wel heel veel ook gewoon losse stukken gefilmd waar ik uiteindelijk niks aan had voor de vlog. Dus dat er niet zoveel gebeurde of whatever. Moet je denken aan van die stiltes of als we even wat aan het tillen zijn of ik zet mijn camera even neer, moet ik even helpen, weet je wel. Maar dat er in principe niks voor de vlog gebeurt, maar die camera staat wel in. Dus dat soort dingen eruit knippen, dat heeft heel veel tijd gekost. Maar goed, dat maakt verder niet uit, want voor jullie staat hij al lang online. En voor mij is het tijd om even te gaan douchen, want dan voel je je weer fris en fruitig. Ja, ik ben weer fris en fruitig, zoals ik dat zei. Ik heb even lekker gedoucht. Ik heb de vlog helemaal verder afgemaakt. En ik ben ook alweer begonnen aan de vlog van morgen alweer. Maar die krijg ik niet helemaal af, want ik moet met een paar minuutjes weg. Maar ik wil jullie eerst nog even een updateje geven wat betreft mijn bloedonderzoek. Ik heb dat namelijk helemaal niet in de vlog van gisteren meegenomen. Maar ik heb gisteren gebeld bij de huisarts omtrent mijn bloedonderzoek. Voor de mensen die het niet weten. Ik ben de afgelopen tijd heel vaak heel erg ziek geweest. En daarvan wilden we weten wat het was. Dus ik heb bloed laten prikken. Heeft anderhalf, bijna 2 weken geduurd sinds dat ik het weet. Waarschijnlijk was het al eerder binnen, maar ik had dus zelf moeten bellen. Maar heb ik gedaan gisteren en we hebben besproken wat er gaande was. Het waren gelukkig geen heftige of ernstige dingen, maar ze hebben wel deeltjes van de ziekte van Pfeiffer. Pfeiffer, ja, het is echt een hele moeilijke uitspraak. De ziekte van Pfeiffer in mijn bloed gevonden. Maar ook antistoffendeeltjes. Dus het is een beetje de vraag. Ik heb het sowieso gehad, maar het is de vraag wanneer. Is dat in mijn jongere jaren geweest? Want ik heb verder eigenlijk nooit echt bloedonderzoek gedaan. Dus dat kan als kind geweest zijn. Dat kan in 2020 geweest zijn, want toen heb ik 4 keer deze ontsteking gehad. Of het was de afgelopen keer, dat weten ze niet. Dus dat is een beetje een raadsel. Maar er zijn dus ook antistoffen al gevonden. Dus mijn lichaam heeft zelf antistoffen aangemaakt, waardoor ik daar zelf ook weer van af ben gekomen. Dus dat is wel relaxed. Ik hoef niet naar de huisarts voor een of andere behandeling of whatever. Maar ja, ik vond het wel gek om te horen, want ik heb nooit eigenlijk zoiets gehad. Of nooit echt, sowieso nooit echt issues met mijn gezondheid gehad. En ondanks dat er nu niks aan de hand is, vond ik het wel gek om te horen dat ik het wel gehad heb. Dus, als jullie snappen wat ik bedoel. Dus ja, al met al is het in principe gewoon ook goed allemaal. En hoef ik me nergens eigenlijk meer zorgen over te maken. Want als ik ergens een hekel aan heb, is dat... Kijk, ik ben niet bang voor spinnen. Ik ben niet bang voor spoken of whatever. Maar als ik ergens bang voor ben in mijn leven, is dat ziek worden. Dus ik vond het de afgelopen week wel... zat ik er wel een beetje mee in mijn buik. Met dat ze zeg maar niet wisten wat ik had. En dat ik moest wachten totdat er meer antwoord kwam uit het bloedonderzoek. Want ja, ik ben echt eens dood voor ziek worden of whatever. Dus, maar gelukkig was het niet zo. Het is redelijk goed nieuws. Nou ja, de ziekte van Pfeiffer gehad, maar ook gelijk weer ervan af. Dus een beetje een gek verhaal, maar ik denk dat jullie snappen wat ik bedoel. Ik trek nu in ieder geval even lekker in mijn jasje aan. Want ik ga richting Geestmerambacht, waar ik van de week ook met Luca Ruben ben geweest om die foto's te schieten. Want Niek, een goede maat van mij, waarmee ik al het vis. Volgens mij is hij nog niet in de dagelijkse vlogs geweest. Oh jawel, jawel. Toen gingen we vissen in Alkmaar toen mijn hengel brak. Die vlog was het. Daar is hij sowieso in voorgekomen. Maar Niek is een goede maat van mij die ik de afgelopen tijd eigenlijk niet zoveel gezien heb. En normaal gesproken wel vaker zie. Dus hij gaat zo meteen met Jeroen. Dat is weer een andere vriend die jullie sowieso nog niet gezien hebben. Maar daar vis ik meestal mee. Die gaan even naar Geestmerambacht. Gaan ze even lekker hengelen. Dus ik had een app gestuurd van, yo, kom wel even bijlullen. Ik heb je al een tijdje niet gezien. En dan kom ik ook even kijken hoe jullie erbij zitten. Dus dat ga ik nu doen. Maar dan ga ik eerst even een stukje karren. Maar voordat ik de auto instap, wil ik even dit op beeld vastleggen. Jullie horen het. Er komt wat aangereden. En trekker. Want de dijk is weer open. Het is vandaag de 25e van september en de 25e zou die weer open gaan van werkzaamheden. Hier is alle rotzooi weg. Ik heb een aantal weken lang, of een aantal dagen, ik weet eigenlijk niet hoe lang het in totaal is geweest. Volgens mij 3 weken heb ik mijn auto daar in de berm moeten parkeren elke dag. En telkens dit stuk zo naar huis lopen. Maar ik kan nu gewoon weer hup, zo de dijk op. En niet helemaal mijn oude vertrouwde plekje staan, want het is nog een beetje de vraag wat hiermee gaat gebeuren. Dit is eigenlijk nog het enige wat er ligt en staat. Dat is dit hek en wat van die bermstenen. Hoe noem je dat ook weer? Ja, maar normaal gesproken staat mijn auto altijd hier geparkeerd en nu moet ik hem hier even kwijt. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik niet meer elke keer daar naartoe moet. Ja, daar zullen we ze hebben, de mannen. Ze rijden voor me, zij gaan hier de boot inladen en ik rij even mijn auto naar parkeerplaatsje. Want zij hebben natuurlijk alle spullen die ze meenemen. En ik zet enkel even mijn auto neer, kom even bij ze checken. Dus ja, kijk, dat bedoel ik, zij gaan hier rechtsaf. Even een hobbeltje. Een beetje gaat rechtdoor. Dit is sowieso het water waar Niek en ik voorheen altijd echt heel erg veel gevist hebben met z'n tweeën. Ik loop nu even naar ze toe, ik heb net even mijn auto snel neergezet. Ja, ik weet niet, ik had het er net, want ik belde Niek even in de auto ondertussen. En we hadden het er net over dat Niek heeft het ook al heel lang niet gedaan, dat nachtvissen. En ik zelf ook niet, want eigenlijk sinds dat ik die dagelijkse vlogs doe heb ik nog niks ingepland qua vissen of whatever. Maar voorheen, ja, sommigen van jullie zullen het weten, ik werkte voor KWO. Daar maakte ik video's voor. Dat is Carpe Wereld Online en daar ja, had ik sowieso elk najaar en elk voorjaar een project. Dat heette de voorjaar en de najaarsbox. Dat was eigenlijk een doos vol met producten wat ik dan filmde. En dat ging dan altijd hier met Niek opnemen. Dus het is sowieso, vind ik het wel leuk om hier even te komen kijken als ze hier weer gaan zitten. En ja, als ik dan zie dat die gasten zo meteen weer lekker dingen aan het opbouwen zijn, dan weet ik nu al dat die kriebels voor dat vissen echt wel weer komen. Maar mochten jullie het leuk lijken als ik dat een keer voor deze vlog ga doen, want de doelgroep voor deze dagelijkse vlogs is natuurlijk anders dan de doelgroep die ik had voor KWO. Maar mochten jullie het leuk vinden, als ik jullie meeneem in het nachtvissen of whatever, laat het dan even weten hier beneden. En dan kan ik dat binnenkort sowieso wel een keertje inplannen. En achter dit recreatiegebied, ik hoor net echt een mega hard lawaai. Er is volgens mij iets van een trekkertrek gaan of zo. Dus af en toe zal je een heleboel gas bij elkaar horen, maar dan weet je in ieder geval wat het is. Kijk, de rousbende is even liggen hoor. Zootje ongeregeld. Alles lekker? Lekker. Lekker. Met jou dan? Lekker jongen. Ja, wat gaat het worden? Gaat het lukken? Nou, heel warm gaat het worden denk ik. En, hoezo? Hoezo warm? Nou, kijk even boven je. Je hebt een muts op je hoofd. Ja, ik ben winterstand. Winterstand. Wordt vangen. Ja, anders kan je beter thuis blijven. Thuis vang je sowieso niks, dus dat is top. Dat is waar. Ja, ik word gelijk aan het werk gezet. Keurig is dit hè? Ja, dat is wat jullie weer werk. Als je komt kijken, dan moet je ook aan het werk, Timo. Je serieus aan het werk hè? Het wordt wel eens tijd. Het meeste ligt erin. Dit wordt een avontuurtje. Niek laat hier even wachten. En Jeroen en ik gaan even checken of de stek sowieso begaanbaar is. Of deze boot het houdt. Ja, dat ook. Hoe de fuck ga ik hier mijn lichaam kwijtraken? Nou, niet. Maar oké. Dit gaat lekker. Dit gaat net aan ook gewoon. Niek, als jij ons losgooit. Jongens, behoud de vaart. Ja, dankjewel. Tot op de bodem van het meer, hè? Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel spannend. Ik zit echt op het randje. Ja, het is een afgesloten meer, dus onverwachte golfslag zullen we niet hebben. Nee, dat valt gelukkig mee. Nou, Niek, de mazzel hè. Doei, ik pak een stoeltje. Ja, doe dat. Ja, het is wat. Ik weet niet of het op camera is hoe deze boot is ingeladen, maar heel veilig is het niet. Het gaat precies goed. Ja, ach ja, we komen er wel. Hè? We hebben zwemdiploma, dus kan niet zoveel gebeuren. Oh. We hebben het gered. Jeroen gaat Niek nu ophalen. Het is een stukje omvaren hier naartoe. Maar kijk, dit is de stek waar we vannacht gaan vissen. We hebben even de spullen overgegooid. Maar het was nog best een missie om hier veilig op de kant te komen zonder in het water te vallen. Want het bootje, nou nu zien jullie het goed. Het is een vrij klein bootje. Vol met al die spullen. Er mag maar 200 kilo in. Ik denk dat er echt wel 3,500 kilo in lag. Dus die boot lag heel laag in het water. En als je dan even uit balans bent, dan komt er heel snel water in de boot. Dan kan je misschien omvallen. Dus om hier met al die spullen op de kant te komen, heb ik eerst even de camera op de kant gelegd en ben toen pas alles gaan doen zonder te filmen, want ik dacht, dit moet even goed gaan. Hier komen ze weer aan. Nu Niek in de boot, maar mijn god, ik wil zo snel mogelijk weg hier. Dit is echt mosquito alley, ik word helemaal kapot geprikt. Hier, ik heb op mijn arm een plek, op mijn been, op mijn enkels. Jullie gaan echt een hele slechte nacht krijgen, denk ik. Dit is niet normaal. Die tent die kan ook dicht, hè? Ja, die tent kan dicht, maar ik ga het je zo laten zien hoeveel bult ik het heb. In 10 minuten dat je weg bent. Succes hè? Appa, ja nou jij succes vooral. Kijk, ik ga er vandoor, maar jou wordt lekker gezogen straks. Jeroen? Ja. Ik niet. Maar eerst door de muggen. Oh, nou, ik moet alweer weg, dus Jeroen die zet me weer af bij de auto. Maar daar ben ik stiekem wel blij mee, want ik word helemaal lek gezogen, pik. Oh, nee. Ja, deze keer niet door het Tinder date. Wat? Nou, één ding is wel zeker. Zo zonder spullen gaat het varen een stuk beter. Ik word hier even afgezet, op een stukje verderop, mijn auto staat hierachter, want dan kan ik pleiten en dan kost het Jeroen niet zoveel tijd om te varen, want hier kom ik ook bij mijn auto. Oké, top. Nou maat, sterkte met de muggen en laat maar even weten of jullie wat gevangen hebben. Oké, later. Ik kan niet omschrijven hoe blij ik ben dat ik weer bij de auto ben, zeg. Oh mijn god, wat heb ik een pesthekel aan muggen. En ze moeten op een of andere manier, moeten ze mij ook altijd hebben. Zoals ik belde niet, net dat ik uitstapte bij Jeroen. Ik bel hem op, ik zeg, en ben je al geprikt? Oh nee man, nergens last van. Ik zit daar 5 minuten. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muggenbeelden. In 5 minuten of 10 minuten. Dus ik ben echt wel, ik heb het echt wel met ze te doen dat ze daar vannacht blijven zitten. Echt respect voor. En ik heb hier een paar jaar geleden dus een keer gevist. Ook met zoveel muggen. En toen had ik dusdanig veel muggenbulten dat ik gewoon koorts kreeg. Dat was echt niet normaal. Dames en heren, jongens en meiden. Ik ga me even omkleden. Want vanavond, of eigenlijk het hele weekend, is het hier in het dorp. Dat noemen ze Corso Weekend. Normaal gesproken zouden we bloemencorso hebben nu. Maar dat gaat natuurlijk niet door vanwege corona, eigen zeik en dit en dat. Maar evengoed zijn er wel borrels georganiseerd en feestjes en dit en dat. En dan ben ik gisteravond op een borrel beland van zo'n groep waar Rohan onder andere ook bij zit. En toen werd er gevraagd of ik vandaag ook zou komen. Dus ik ben naar huis gegaan nadat ik bij Niek helemaal lek ben gestoken door de muggen. Op zich, het is heel gek, want de muggenbulten gaan nu al een beetje weg. En we zijn een half uurtje verder. Op zich ook wat chill, maar normaal gesproken heb ik dat eigenlijk nooit. Dus een beetje gek dat het zo snel weggaat. Maar mij hoor je niet klagen, want het is alleen maar irritant. Maar ja, ik heb even een ander shirtje aangedaan. Ik heb mijn muts even weggedaan. Want vanmorgen dat ik die muts opdeed, dacht ik, nou ja, het is een beetje herfstachtig weer, weet je wel. Is het gewoon 23 graden en dan loop ik met een muts op buiten. Wat een rust. Nu nog wel. Vanavond niet meer. Sheesh, dit is het bakborrel, of noem je dat, dit is het bakbeest waarmee ik op pad ga, want ik ga natuurlijk niet met de auto, want er worden wellicht wat alcoholische versnaperingen genuttigd. Dus mijn auto die staat keurig op zijn plekje daarboven en dan stap ik nu de fiets op. Maar wat ik ook ga doen in verband met het alcoholgebruik van vanavond is deze camera in ieder geval hier laten. Dus ik sluit hem voor nu af. Er zit iemand te toeteren op de dijk. Dus ik breng de camera naar binnen en dan ga ik met mijn telefoon verder filmen. Want ik wil natuurlijk niet dat mijn camera te barsten gaat. Dus ik hoop dat jullie het snappen. Wat de planning precies wordt weet ik niet helemaal, maar jullie gaan het nu zien. Ja jongens, het is één groot gek huis. Ik probeer zoveel mogelijk voor jullie te filmen, maar dit is echt... Het is niet normaal, het is gezellig. Oké mensen, we zijn hier in winkel. Nee joh. Griekenland. Flikker op. Dit wordt een nieuw begin van een nieuw avontuur voor ons allemaal. In 1 jaar, want wij in al die jaren hebben gepakt. Alleen maar gezellige mensen. Maar er komen nog veel meer mooie jaren. Zijn we aanwezig bij Bloemencorso Weekend? Bij Corso Groep de Badmutsies? Bij Corso Groep de Badmutsies. Maar het vindt uit om 4 als een bloemen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ons motto. Colin is er ook. Dat is een nierenpuit, die is van de Floralia. Colin, je hoort er echt niet echt helemaal bij, maar leuk dat je eigenlijk. Ik vind het leuk dat je er bent. Ja, dank je. Ja. Weet je, je probeert het toch. Ik denk dat er vandaag... Ik weet niet wat hier nou gebeurt. Even een interview met een Floralia-ganger. Tot Bloemencorso Winkel. Wensen we jullie nog een fijne avond en adieu! Ja, dames en heren, we zijn weer onderweg naar huis. Jullie zien niet zo heel veel. Ik heb mijn zaklampje aan, de straatsverlichting staat aan, dus ik hoop dat jullie een beetje wat zien. Maar ik wil dit even in de vlog vastleggen. Rohan en ik gingen bierpongen. Ik ging met haar vader en Rohan ging met de mattie van haar vader. Met de beste vriend van mijn vader. Met de beste vriend van je vader. En ze hebben gewoon verloren. Van Timo en Ronald. Ik was gewoon veel te goed. Samen met Ronald. Wat? Maar het was wel spannend. Het was wel spannend, want het was 1-1. Eerlijk, Ronald heeft alles raak gegooid. Jij stond er alleen maar na. Nee, rot op. Ik heb ook gewoon ballen raak gegooid. We hadden allebei evenveel raak gegooid. Ik heb de laatste erin gegooid. Nee. Ronald nou toch op, je hebt er veel gezopen. Ga jij lekker naar bed joh, klein meisje. Nou, bedankt voor het kijken naar de vlog. Vergeet niet te abonneren, we gaan naar huis. Ja, dames en heren, jullie zagen dat. Het was een hele gezellige avond. Er was zeker te weten wat dranken in het spel. We waren allemaal lekker lazers, dus we hebben een hele gezellige avond gehad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik een aantal beelden heb geprobeerd te maken. Ik heb ook nog een kort stukje gefilmd op de fiets dat we op de terugweg naar huis gingen. En ja, al met al was het gewoon echt een superleuke avond. Dus voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet dat dan niet te belonen met een blauw duimpje omhoog. En hier beneden te abonneren als je meer wil zien van mijn dagelijkse vlogs. We gaan al bijna richting de 100 vlogs. Dit is vlog nummer 87 uit mijn hoofd. En gewoon binnen nu en 2 weken zitten we gewoon op 100 vlogs. Dus ja, mochten jullie de 100ste vlog niet willen missen, vergeet dan zeker weten niet hier beneden te abonneren. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.